Omdat... Wow! Check deze blik in haar ogen! Yo, zij is echt freaky. Yo, Nintendo fans! Ik heb een poesestaart in mijn mond. En yo, Rickertje Army, wil je ook in de Rickertje Army? Druk even op dat abonneerknop hier beneden, want is gewoon gratis. Kan je gewoon doen. Ik bedoel, Poes heeft het ook gedaan. Mag ik de hond van de buren aan de telefoon? Ja, oké. Ja, ik ga straks naar de supermarkt. Zal ik even hondenvoer meenemen? Oké, doei. In ieder geval, wij gaan weer proberen om verder te spelen in Pokémon Sword and Shield. In de vorige aflevering dachten we dat we Pokémon kampioen gingen worden, maar Leon is weggelopen. En waar is Leon? Leon is een Star Tower. Of nee, hoe heette dat ding? Rose Tower. En de vraag van vandaag heeft daar helemaal niks mee te maken. Want die is namelijk, welke starter Pokémon wil jij nou echt nog in Sword and Shield? Wil je bijvoorbeeld Squirtle? Of wil je Fennekin? Of wil je Chikorita? Als ik er eentje moest kiezen, dan zou ik heel graag Chespin willen in deze game. Ik ben benieuwd welke starter Pokémon Pierce zou willen hebben. Hey, Marnie is er ook weer. En Team Yell is ook weer van de partij. Yo, gezellig dat jullie allemaal weer even meekomen. Ah, Team Yell gaat voor ons juichen. Wat vet! Ja, lekker Marnie. Ben jij nu ook voor ons, Marnie? Oh, nee. Daar is Oleana weer. Die zegt, wat een liefde tussen broers en zussen en vrienden en vriendinnen. En ze lijkt nog steeds stoned of zo. Hallo, Oleana. Die zegt, Chairman Rose is met de kampioen in een hele belangrijke meeting. En ik laat niemand toe om dit te onderbreken. Maar ja, alleen personeel mag er sowieso naartoe. Die moeten de sleutel hebben en anders mogen ze er niet in. En dat betekent dat zolang Chairman Rose daar is, mag niemand daar naar binnen. Ik heb iemand uit mijn staf gekozen en hem de sleutel gegeven. Oké, dat ben jij. Oleana vraagt, denk je dat je het verschil gaat zien tussen een normale staff member en degene die ik heb uitgekozen? Yo, echt? Gaan we gewoon zo flauw doen? Team Yell gaat ook helpen. Ja, lekker Team Yell. Lekker bezig. En Pierce zegt, voor nu moeten we even samen naar de plaza, toch? Ja, laten we gaan. Let's go. Laten we even die gast gaan zoeken en laten we even die sleutel jatten. Want ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar ik ga dit eventjes fixen. Oké, Pierce, we zijn er klaar voor. Hallo. Nee, hij had een zwarte zonnebril. Dit is hem niet. Hoe staat het trouwens met mijn Pokémon? Met mijn Pokémon staat het goed. Ik ga wel even Grimmsnarl op de eerste plek zetten. Oh, en Orbeedo heeft geen item. Wacht eens even. Oké, deze poeder boost bug-type moves. We gaan even een gastje zoeken met een zwarte zonnebril. Oké, wat sta jij daar tegen een muur te praten? Doe je dat altijd in je vrije tijd? Tegen muren praten. Hallo, meneer. Hallo, ik ben Mistress Oleana. Hallo. Nee, ik neem je in de maling. Oké, we moeten battelen. We moeten dit even serieus nemen. Miauw! Potverdorie, had ik toch beter Surfetch als eerste kunnen laten staan. Nou, dan gaan we maar even darkpulsen. Ah, maar hij is een Steel-type Pokémon. Dat is niet oké. Okay. Maar oké, we nakken hem in één keer. Dus er is geen enkel probleem. Geen veldje aan de lucht. Hoppakee, Rillaboom P leveltje omhoog. Je wilt Endeavor leren? Nee, hoef ik niet te leren. Dan gaan we nu Durant. En dat is even een prooi voor Colossal. Yo, Marnie! Kijk, Marnie is voor ons aan het juichen. Dat vind ik heel tof. Kijk, en het boost ook gewoon onze speed. Dat hebben we nodig, want wij zijn een ontzettend trage Pokémon. Ja, zie je, Durant is nog steeds sneller. Wij doen Heat Crash. Wedden dat we hem in één keer slopen? Dat moet wel. Hoppa, later Durant. En zo hebben we deze gast verslagen met donkere zonnebril. Mag ik nou de sleutel even niet zo stoer doen, vriend? Even... Hallo? Gast, wat zie je nou weg te rennen? Wat de hekkie, jongen. Waar is die naartoe? Yo, stokvis, waar ben je? Is dit hem? Nee, dit is hem. Hij staat daar. Hij staat daar te chillen. Marnie, hij staat achter je. Hier, deze droeftoeter. Dit is hem. Die zegt, ah, hoe heb je me gevonden? Hè? Hoe heb je me nou gevonden? Ja, hallo, je hebt een donkere zonnebril, vriend. Daar ben je aan te herkennen. Jij denkt in, jij bent slim, maar jij bent niet slim, Erik. Nu komt hij met een mawaal. Ja, dat is vet. Maar ja, ook weer niet echt handig. Laat me dan toch maar even wisselen naar Surfetch. Hij doet ijzeren hoofd. Ja, dat is not very effectief. Althans, het is in ieder geval niet super effectief. Marnie, thanks voor je boost. Oké, mijn defense is geboost. Dat is nice. Dan ga ik hem even brick breken, hoor. Hoppakee. Oh, net niet helemaal kapot. Mawile vind ik wel echt een van de leukere Pokémon. Gewoon van allemaal. Mawile is echt een baas. Maar ja, we gaan hem wel nakken natuurlijk. Sorry, Mawile. Je bent super tof. Ik ben blij dat je in Sword and Shield zit. Maar yes, we slopen je wel, man. Zoals we dat altijd doen met elke Pokémon die we tegenkomen. Nu krijgen we een Exodrill. Helemaal top. Dat mag Rillaboom even gaan oplossen. Go, Rillaboom. Hoppa. Nu, Drumbeating.
Hoppakee. Later. Ja, dit ging makkelijk. Soepeltjes. Erik, geef me nou even die sleutel gewoon. We kunnen dit nog heel vaak gaan doen. Maar jij gaat het niet van mij winnen. Dus nee. Dude, geef gewoon die sleutel. Kom op, man. Even niet zo naar doen. Staat hij daar in de telefooncel? Dit is hem, hè. Hallo, wie ben je aan het bellen? Bel je ook de supermarkt voor hondenvoer of zo? Hij zegt, je let veel te goed op, maar dit ga ik winnen en daardoor kan ik weg gaan rennen. Jij denkt het echt, Erik. Je hebt nog steeds hoop dat je dit gaat winnen. Yo, Pharaoh Seed. Ja, ze beginnen elke keer met Steel-type Pokémon. Dat is echt niet handig. Ik ga maar gewoon een Dark Pulse doen. Even kijken hoe ver ik kom. Go, pak hem, Pharaoh Seed. Oké, twee keer, dan is hij kapot. Hij doet Iron Head, die is natuurlijk super effectief. Maar we zijn best wel al een hoog level. Marnie! Ik ben echt een klein beetje verliefd op Marnie. Kan er niks aan doen. She's so cool. Dark Pulse hem! Bam! Oké, dan. En de volgende Pokémon is Steelix. En dan wissel ik natuurlijk even naar Colossal. Oh, wat een vette Pokémon is dat ook, hè, Steelix. Colossal! Incinerate! Niks aan het handje, hoor. Helemaal klaar ermee. Lekker gedaan, hoor. Toxicity gaat naar level 53. Hij zegt ook, nou, lijkt erop alsof je me in een hoekje hebt gedreven, maar ik geef niet op. Dat Oleana tegen me uit gaat vallen is erger dan, dan iets wat wij kunnen doen. Veel succes met me te vangen op de monorail. Gozer, blijf nou een keer staan. Pierce zegt tegen Team Yell dat ze hop moeten gaan zoeken en dat wij eventjes naar de monorail gaan. Nou, inderdaad, gast. Let's go, Pierce. Ik ben nou al een beetje klaar met deze droepie. Oh ja, ja, nu staan er opeens allemaal gasten met donkere zonnebrillen. Ja. Wat is dit? Dit is de monorail, oké. Hey, Hop en Marnie zijn er al. Oh, wat? Oh, Pierce neemt het over, jongens. Pierce gaat een liedje zingen. Nice, let's go. Het enige wat een zanger kan doen, is een liedje zingen. Kijk hem gaan. Maybe I can cheer someone on just with the tunes I play. Maybe my songs don't make anyone happy. Maybe I can't help. But still the only thing I can do is sing. Sing my humble song. Kijk, Team Yell gaat los. Team Yell voelt hem wel. Team Yell voelt die vibe. Het publiek zegt, hey, is dat geen Pierce? Waarom geeft hij een optreden hier op straat? Oh, laten we kijken of we wat dichterbij kunnen komen. Oh, kijk, ja, zie je iedereen? Iedereen gaat los. Iedereen denkt, wat? Dit is Pierce. Dit is een famous rockstar van Galar. Wayo. Kijk, zelfs de Zigzagoons hebben er zin in, jongens. Kijk hem, hij rockt de station. Oh, Zigzagoon. Oh, kijk. Ja hoor. Lekker bezig, Pierce. Wij hebben de sleutel, Pierce. Wij kunnen nu de monorail naar Rose Tower gaan nemen. Oké, let's go. Thanks, Pierce. Goed gedaan, GG. Pierce zegt, Rickertje, hop, nu is die kans. Wegwezen. Ja, let's go, Marnie, kom mee. Lekker hoor. Rose Tower, we zijn er. Oh, wow, dit is al een flinke toren inderdaad, man. Holy moly. Hop zegt, dit is Rose Tower. Hoe lang denk je dat dit is? Ik kan geen eens de bovenkant zien. Vanaf de, die is tot in de wolken. Die is zo hoog, maar ik kan geen eens zien. Marnie vraagt, wat gaan we doen? Team Yao heeft straks zijn handen vol om al die staffmembers tegen te houden. Ze zullen hier niet heel snel zijn. En Hop vraagt, wat gaan we doen? Nou, we gaan gewoon door. Kom op, let's go. We hebben stap 1 gezet, nu moeten we stap 2 ook gaan zetten, jongens. Come on. Ga je ook mee, Marnie? Marnie zegt, ja, Champion Rose die houdt gewoon Lee daar vast. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar Lee zit daar vast. Die wordt vastgehouden. Pierce zegt, ah, dit was echt prachtig. Dit herinnert me aan de oude tijden van Spike Mutt. We hadden echt zieke concerten doen. Hoe is Pierce zo snel hier trouwens? Marnie zegt, nou, ik blijf hier bij mijn broer, zodat hij geen gekke dingen gaat doen. En Hop zegt, let's go, Rickertje. Oké, ik ga samen met Hoppy. Let's go, Hoppy. Ik ga eerst even kijken of hier nog wat itempjes liggen, hoor, Hoppy. Kijk, zie je, hier ligt sowieso een Pokéball. En er zit een Electric Seed in. Zouden we nog meer itempjes kunnen vinden hier? Misschien aan de andere kant nog. Kijk, daar ligt ook nog een Pokéball. En in de Pokéball zit een Cell Battery. Ligt er nog meer hier in het gras of zo? Oh, kijk. Hier ligt nog even een TM'tje. Eerie Impulse. Daarmee nerf je de special attack van de tegenstander. Kan handig zijn, ga ik niet leren. En, oh, ligt hier nou ook nog wat? Zo, ja, kijk, een Rare Candy. Lekker. We gaan in Rose Tower. Hallo, mevrouwtje. Mag ik misschien een klein beetje naar boven? Ook allemaal rozen gewoon hier zo onder ons. Nice. Hop zegt, ik weet niet of je het weet, maar Rose Tower is gebouwd op een speciale power spot. Als we hier op het dak staan, dan kunnen we onze Pokémon Dynamaxen. Dat is allemaal top en prima, maar wat niet top en prima is, is dat we niet weten wanneer deze deuren van de lift open gaan en hoe we boven gaan komen. Oh, oké. Oleana zegt, intruder alert. All staff are ordered to help remove the intruders. Oftewel, indringer. Iedereen moet helpen om de indringers tegen te houden. Miss Oleana zit volgens mij op de speakers of zo. Nou, deze gast zegt, ik hou jullie wel tegen, want dan krijg ik lekker een dikke bonus. Deze gozer denkt alleen maar, ik heb money's in the bank straks. Money's in the bank. En nou, kom maar op, Elijah. Kom je nou ook weer met een Durant. Waarom heb ik de hele tijd verkeerde Pokémon voor staan? En waarom heb ik mijn Pokémon niet even geheeld van tevoren? Maak hem kapot!
God. Hoppa. Rimsnarl gaat een leveltje omhoog. Oh, en dat was het al. Je had alleen even zo'n ijzeren mier en that's it. Ik denk deze gast komt met epische Pokémon, jongen. Nou, dat valt toch een beetje tegen. Nou, en we mogen nu de lift in. Nou, ah, kijk, dat is wel aardig. Super aardig dat hij ons gewoon de lift inlaat. Ik heb even al mijn Pokémon geheeld en dan gaan we hoppakee in de lift. In Rose Tower. Let's gizzo. Samen met Hoppy. Gaan we duo battles doen, Hoppy, in deze lift? Dat ziet er wel heel erg naar uit alsof we duo battles gaan doen. Mijn rivaal en ik. We zijn hier samen. En Hop zegt, ja, dit duurt echt knijt te lang. Volgens mij hebben we hier tussenstop nummer 1. Hop zegt ook, ja, waarom stoppen we? Dit is het dak nog niet. Ja hoor, ze gaan ons echt proberen tegen te houden. Ze zeggen, dankjewel dat je in Galar's League Gym Challenge deelnam. Maar ik ben toch bang dat we je even moeten stoppen hier. Er zitten hier heel veel gesubsidieerde bedrijven. En die moeten we beschermen. Wauw. Oké, vandaar. Ik snap hem alweer. We moeten tegen Bronzong en Kuffend. Ik ga straks echt even een Fighting-type Pokémon als eerste zetten, jongens. Dit schiet namelijk totaal niet op. Dubbel begint met Body Slam. Dat is ook niet super sterk. Dan doen wij een Dark Pulse eroverheen. Dus even kijken of we die Kuffend in ieder geval... Ja, die kunnen we in ieder geval slopen. Nice, dat is alvast 1. Surfetch gaat een level omhoog. En Bronzong doet Safeguard. Kom op, Dubbel! Body Slam hem! Ja, Bronzong is natuurlijk wel een stukje sterker. Dat had ik ook wel verwacht. Oh. Maar dit is wel even super effective, jongens. Zo, en dat was het al, hoor. Hoppakee. Niemand kan ons verslaan als het aankomt op dedication voor ons werk. Het zijn echte workaholics, jongens. Nou, de Marcus Construction gasten, oftewel deze lui, die hebben een deel van deze lift gebouwd. En die zijn ontzettend trots op hun werk. Nou, dat is goed om te weten. Maar laten we gewoon even rustig naar boven gaan. Go, 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 go. Oh, kijk. Oh, nu komen ze van links. Oh, wat een verrassing. Rose Tower is wel 1000 voet hoog. En we moeten nu ongeveer op de helft zijn. Dit is MC Insurance, oftewel gasten die verzekeringen verkopen. Chairman Rose heeft ze wel allemaal lekker in de pocket, hoor. Man. Hij kan mijn Pokémon niet wisselen, dus ik moet het toch weer gaan doen met Grimmsnarl. Ga ik even wisselen naar Surfetch, maar ik denk eigenlijk dat Colossal de betere keuze was geweest. Had ik niet goed genoeg over nagedacht. Maar Wow is in ieder geval lekker even geparalyzed. Klink, klank, klank, klink, klonkie, klonkie doet even een shift gear. Ik vergeet altijd hoe die Pokémon heet. Je hebt klink, klank en klink, klank. Dus zal ik ze gewoon allemaal Klonkie gaan noemen. Yo, Klonkie. Ik ga je slaan. Even rustig aan, Klonkie. Hij is zichzelf alleen maar aan het boosten, joh, die gek. Dubbel doet even lekker reversal. Dat is heel goed, Dubbel. Doe ik even Brick Breaky. Hoppakeetje. Dag, Klonkie. We hebben Klonkie in ieder geval even gesloopt. Dubbel is lekker aan het reversalen. Is even lekker Mawile aan het schoppen. Wij doen even Brick Breaky. Ja, en dan is het klaar, jongens. Lekker. Zo, dan hebben we de mensen van de verzekering ook even genakt. Zij zegt, we zijn nu 500 voet hoog. En dat is even hoog als 100 machokes bovenop elkaar. Kijk, zo leer je nog eens wat. Dank u wel voor deze wijze lessen. Dan gaan wij weer even verder met de lift naar boven. Hoppa, en daar zijn er nog 2. Die zeggen, je bent bijna boven. Maar je gaat de chairman niet ontmoeten, hoor. Ze hebben geen hoogtevrees. Ik werk hoog in de lucht. Want ik werk bij Macro Cosmos Air. Nou, wat doen jullie dan? Leg even uit wat jullie doen dan, joh. Er zit nou weer voor magere beschrijving van jullie werkzaamheden. Oké, het wordt nu al steeds heftiger. Nu hebben we een Stunfisk. En nu hebben we een Steelix. Laat me even wisselen naar Colossal nu. Want die kan dan gewoon even Incinerate doen. En dan raak ik ze als het goed is allebei tegelijk. Oh, Stunfisk doet Bounce. Nee, joh. Nu kan ik hem namelijk niet gaan raken. Tenzij ik langzamer ben. En ik denk eigenlijk dat ik wel langzamer ben dan Stunfisk. Want Colossal is een hele langzame Pokémon in mijn geval. Toch niet. Nou ja, we raken Steelix in ieder geval wel. Die hebben ook gelijk even lekker kapot gemaakt. Orbeedon level 50. Yay. En Colossal level 55. Dan gaat Stunfisk even bouncen op Dubbel. En die raakt ook geparalyzed. Nee, joh. Nou, weet je wat? Dan ga ik even Heat Crash op Stunfisk. Als ik dan toch sneller ben. Hoppa, oh, hij doet gewoon gelijk een Body Slam toch? Lekker bezig. Oh, en je Paralyzed Stunfisk dan gewoon even. Nou, deze Heat Crash gaat hem sowieso nakken. Kijk, ik vind deze Stunfisk wel heel tof. Ik vind hem veel leuker dan de normale Stunfisk. Dus GG. Goed gedaan, Game Freak. Ik weet nog steeds niet wat deze gasten doen. Ze zeggen, doe maar niet alsof je de chairman gaat ontmoeten. Jullie zitten niet op hetzelfde level. Ze zeggen, hoe hoger je komt, hoe belangrijker de mensen. Niet alleen met deze toren, maar met heel Galar. Gast, ga maar gewoon weg. Doe niet zo. Op zich, ah, we zijn er bijna. Kom op, let's do this. Oh snap, we zijn er echt bijna. Wat gaat er hier gebeuren, jongens? We zijn op de top. We moeten Oleana gaan battelen. Oleana zegt, welkom bij Chairman's Rose exclusieve ruimte. Hier bijna 1000 voet boven de aarde. Dus je bent door alles heen gekomen wat ik had geprobeerd om je te stoppen. Nou, ik had het wel kunnen verwachten. Maar nu moet je naar huis. Omdat... Wow! Check deze blik in haar ogen. Yo, zij is
echt freaky. Ik zal niet toelaten dat iemand German Rose gaat storen. Wow, rustig man. Ze zegt ik sla je in stukjes. En dan heeft de kampioen niemand om te battelen en dan zal die heel zijn positiviteit in zijn hart verliezen. En in die staat zal die luisteren naar alles wat de German zegt. Holy crap, zij is duister gek. Oleana doet een Frostless. Je hebt ook nog zo'n freaky Pokémon ook, hè. Jullie weten, Frostless is een hele freaky Pokémon. Oké, we kunnen dus ook Dynamaxen hier. Ik word geburnt door Will-O-Wisp. Dit is zo niet de bedoeling. Kom op, Dark Pulse hem. Ja, lekker. Super effective. Dikke baba, dikke doei. Oh, nu is ze opeens weer chill. Nu is ze opeens weer rustig hoor. Grimmsnarl gaat naar level 56. Die wil Foul Play leren. Het zou kunnen zijn dat Orbeetle nu keihard doodgaat. Eigenlijk zelfs een grote kans, dus ik neem hiermee een risico. Ik hoop dat ik sneller ben dan Salazzle. Ik ga namelijk Psychic doen. Oh nee, hij doet Incinerate. Auw, dat gaat pijn doen. Dat gaat heel veel pijn doen. Ook echt net iets meer dan de helft. Ben ik benieuwd wat mijn Psychic doet. Oh, lekker Orbeetle. Heerlijk. Oh, dit was zo lekker. Rillaboom gaat omhoog. En nu Serena. Die is voor Colossal. Natuurlijk heeft Serena ook goede moves op mij, maar ik heb betere moves op Serena. Kijk maar even naar deze Heatcrash. Oké, eerst mag jij. Eerst mag jij. Helemaal goed. Ik weet het. Ik ben een langzame Pokémon. Maar komt-ie, hè? Heatcrash. Oh. Wow, je overleeft het. Hoe overleef je dit? Ik krijg nog een keer topkick op mijn bakkers en dan sloopt ze zichzelf. Want ik heb natuurlijk een Rocky helmet. Dus nu krijgt ze damage en dan is het klaar met Serena. De volgende, Milotic. Die is voor jou, Toxtricity. Pak hem maar even aan. Wannabe draak, legendarische Pokémon. Kom op, overdrive op zijn bakkers, jongen. Woppakee. Later. Ah, dit gaat lekker, jongens. Oleana loopt achter de feiten aan, hoor. Nu, komt er een Garbodor. Ja, die gaat ze Dynamaxen. En ik heb moeilijke counters erop. Weet je wat? Ik laat het wel even bij Toxtricity. Laten we dat gaan proberen. Garbodor. Oh, die ga je Dynamaxen, hè? Jij hebt dan sowieso een Gigantamax vorm van deze Garbodor, of niet? Dat zou wel echt heel sick zijn. Of nou ja, weet ik niet. Ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Want Garbodor is al echt een dikke vuilnisbelt. Wat gaan ze daarvan maken dan? Ja hoor, daar gaat ze. Oleana. Gigantamax Garbodor. Daar komt hij hoor. Oh! Wat? Er zit gewoon een boot in en een vliegtuig. Een speelgoedboot wel te verstaan. Een Clefairy poppetje, een Larvitar poppetje. Deze is echt super tof. Ondertussen hebben we hem wel gewoon voor de helft neer. Ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Oeh, Max Quake. Auw. Dit gaat heel veel pijn doen. Oh, nee. Oké, de laatste Pokémon van haar gaat toch voor problemen zorgen, jongens. Ik denk letterlijk dat ik gewoon de beste slam kan gebruiken. Gewoon mijn, mijn normal type move. Oh, hij heeft ook Max Rockfall. Oké, gelukkig. Dat leek me ook pijn te gaan doen, maar het valt gelukkig mee. Wij doen gewoon... Oh nee, we missen. We missen gewoon. Hoe zuur is dit? Kom op, Surfetch. Max Quake. Oké, we overleven het. Lekker Surfetch. Kom op, wil je hem dan nu wel raken, alsjeblieft? Raak nu wel, oké? Oh, hij is nog niet down. Dan gaat mijn Surfetch ook nog kapot, denk ik. We worden allebei geraakt door de Sandstorm. Maar het is niet genoeg om hem down te krijgen. Wacht even, maar misschien ben ik nu sneller. Ben ik nu sneller? Nee hoor, nee... Hoe kan die vuilnisbelt sneller zijn dan ik? Dat kan toch helemaal niet? En dan gaat hij kapot. Gaat hij nu kapot? Dan gaat hij nu kapot. We zijn allebei kapot. Nou, wat een passend einde van deze battle. Oleana, jij doet precies niks meer, jongen. Ze zegt tegen zichzelf dat ze echt een hopeloze vrouw is. Oleana zegt, ik heb er geen excuus voor. Wat dacht ik wel? Elke gym challenge die zo ver is gekomen, ja, die zijn gewoon te sterk. Onder normale omstandigheden zou ik hebben geprobeerd om je nog meer te vertragen. Maar de Wishing Stars die we nodig hebben, die hebben we toch al verzameld. Dus doe maar wat je wil. Er is niks meer wat nu nog gedaan kan worden. Oleana, jongen. Die zegt nog, alles wat ik deed, deed ik voor de chairman. Ben jij een beetje verliefd op de chairman of zo? En daar staan ze hoor. Oké, Leon en de chairman. Chairman zegt, we hebben het hier al 100 keer over gehad. Maar je snapt nog steeds niet wat er op het spel staat. Leon die zegt, ja, ik snap het wel. Maar wat hij niet snapt, is dat we het toernooi van morgen moeten cancelen. Terwijl het probleem pas over 1000 jaar gaat spelen. Hoeveel verschil gaat 1 dag maken, zegt Leon. Mijn taak als kampioen is het om gewoon die wedstrijd te gaan spelen. Gewoon die championship wedstrijd te gaan spelen. Dat is wat Galar wil. Dat is wat ik wil. Dat is waar iedereen naar uitkijkt. En nu mag het niet van jou. Dus Rose zegt, nee, je snapt het niet. Je snapt er helemaal niks van. Kijk om ons heen. We hebben alle energie nodig voor Galar. Voor dit millennium. Als we dat niet doen, dan bestaan er
mensen van Kalar niet meer. Maar gast, we hebben het pas over 1000 jaar, hè? Waarom maak je je gewoon nu al zorgen dan? Pas over 1000 jaar. De toekomst is belangrijker dan één dag, zegt Rose. We moeten nu in actie komen. Linje zegt, ik zal je helpen bij je plannen. Maar nadat de wedstrijd van morgen over is. Gun ons gewoon die wedstrijd. Hop zegt, waar was je nou met het eten? Ik wist dat iets aan de hand was en daarom zijn we gekomen. Piers en Marnie hebben ons geholpen. En Rose zegt, sorry Hop, het komt door mij dat je je zorgen hebt gemaakt. Soms kunnen volwassenen geen eerlijke discussie met elkaar hebben. Soms staat onze trots ons in de weg. Volgens mij heb jij last van trots, Rose. Jongen. En Leon zegt, laten we teruggaan naar het hotel. Je kan alles nemen wat je wil. Ik trakteer. Hey, lekker Leon. Let's go. Laat die Rose maar lekker chillen hier. Die is volgens mij echt ontspoord, jongen. Rose zegt, eentje voor de historische boeken. Je snapt het nog steeds niet, jonge kampioen. Nou. Hij heeft wel een hoge pet op van zichzelf. Ja, wat gebeurde er eigenlijk? We worden wakker. We ontmoeten Hoppy weer. En Hop zegt, dit is het. Heb je genoeg geslapen? Jij en je team gaan battelen, maar ik ben al de hele ochtend zenuwachtig. De finales beginnen bijna en deze mevrouw gaat me escorten naar het stadion. En Hop zegt, wat? Heb je niet geleerd van gisteren? Ja, gisteren deden ze heel vervelend. Maar zij zegt, nee, ik ben eentje van de goede mensen. Ik ben niet van de slechte mensen, van de goede mensen. Dus ze niet helemaal eens met wat Oleana heeft gedaan gisteren. En laten we er maar gewoon vertrouwen. We kunnen geen minuut meer wachten. Laten we naar het stadion gaan. Daar zijn we. We gaan nu eindelijk weer aan de slag om Pokémon kampioen te worden. Het lijkt erop alsof we de problemen hebben gefixt. Alleen Chairman Rose die is nog wel iets van plan. Wat er allemaal gaat gebeuren, dat zie je in de volgende aflevering. Doe die duimpjes even omhoog. Daarmee help je mij super erg. En je helpt me nog meer als je gewoon even abonneert hier op dit kanaal. En wil je me ook live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!